Goedenavond. Op de kerkers en de natuur. Welkom op onze weer al zesde bonte avond. Het zit weer lekker vol, volle bak, dat vind ik lekker. Hè? De zesde bonte avond, dat gaat de tijd toch snel. Hè? Kunnen we de vijf vorigen allemaal nog een beetje herinneren? Hè? We hebben toch veel gelachen hè? Met Ronnie, met zijn fratsen en die mannetjes van Willard en met idols en allemaal die dingen. Het was toch wel leuk. Hè? Ja. Maar van die oor valt er niet zoveel te lachen. Nee, want het gaat niet goed op de kliniek. Het gaat niet goed met verenigingsleven. Ga maar naar, hè. CVC, de volleybal. Dat staat niet meer. Sloebermix. Is niet meer. Zeskamp. Is niet meer. Met muziek zoeken ze nog altijd een goede voorzitter. Zit er toevallig in de zaal? Mag dat straks komen zeggen. Sterrenfeesten hebben we al voor de laatste keer gehad. En last but not least, en dat is nog het ergste van al. In het boekje van de kermis heeft het feestcomité een dramatische oproep gedaan op de Klinkse bevolking om er te komen helpen. Want anders zullen we in de toekomst geen kermis niet meer hebben. En dat is toch wel erg. Geen vrijwilligers en ook gebrek aan geld. Dus ik zeg thuis tegen Maartje, ik zeg, weet je wat meid, ik zeg, ik ga er wat aan doen. Weet je wat? Ik zeg, ik ga terug café aan. Dan zit ik weer terug onder de mensen. Nee, dan zit ik er bovenop en misschien kan ik er dan wat aan gaan doen. Nee? Ja, dat is goed, zei ze. En gaat ze misschien al wel zien staan achter de bar, ze is gelijk gaan oefenen. Maar wel. Om dat toch tot een goed einde te brengen, ik pers dat ik dat maar ga doen. Ik ga mijn café hier open aan hé, en misschien komt er van ook nog wel een of andere doos of weet ik wat voorbij. We zullen het wel zien. In ieder geval, veel plezier van me. Allee, Bonnie en Dorothy, niet nodig, hè. Zie de heen nog een hoofdschool vervest. Zie nu een hoofdschool verdienen te trekken, hè. En dan zijn we gewoon dat niet geholpen, hè. Zie de rode in een hoofdschool zwarte de schoenen zijn gediend op zat op de zetten. Daar heb ik helaas niet meer van hoofdschool. Maar hier waren het nog. En succes, hè, meis. Alleen komt ik in die schilde, meisje. Die zwarte zwaan, hè. Geen hier in de Altschoven niet meer te zien. En hier waar ik het ook, hè. Ja, kijk ik hier aan de barre al andere verhalen geuren, hè. Hoe zie je? Wat had jij daar geuren? Ah, dat helemaal niet zo'n succes was. Dan die Altschovers, hè, bovenop die zwarte zwanen. Alder buksje vol zitten te eten met de vis uit het 60 voet. Hey. En dat er in die buurt, meneer, dat er wel 40 haalscholvers eronder zaten kijkers zijn. Zeg, ze rum zijn allemaal eerlijk, hè. Hey. Het was helemaal geen succes. Goed, ga maar eens gelijk. Hey, laat me maar toegeven. Het was een flop eigenlijk, een grote flop. Ik moet zeggen dat de oldscholvers veel beter kunnen vesten dan die vesters van de kleed. Zelfs beter dan de nu. Ze komen met een grote duik ogen vlogen. En met een grote duik, wij zien een grote vesten over een bak. Ja, dat zie ik wel. Voorzitter Hugo Willet en Robert Vertenk, dus je mag nog niet doen. En in eerste die dat misschien zou kunnen. Dat is nog een de blazer, maar ik ben dat hij al een beetje getaald is. Nee, we moeten beginnen al te luiden, maar ik kan nog wel eens een deuk doen. Hè. Het was toch nogthans onze veuzutter die op dat idee gekomen was. Ja. Dat had hij een Facebookje gelezen. Dat Altschovers zwart waren, school waren van zwarte Altschovers. Je weet, hè?
die witte steen is niet schoon, maar het is helemaal zwarte. En dat voor u zitten, dat is van eigen een hele slimme mens. Ah, ja. Het is misschien wel de slimste van heel de klink, is dat zeker? Ja. En op de klink, daar zitten geen slimme mensen. Ja. Ja. Ja, dat is dat wel. Op de klink kijk ik niet op mijn slimme mier of mijn. Ja. En ik dacht, oh, er was iets een slim, maar voor Paul Wielmans, wanneer was u slim, is me een roost. Dan valt het tenminste op. En die dat is niet te vergeten, dat kon niet komen zien, dat is echt maar flauw. Het is wel op de klim blijven. Noorder verkiezingen, nee, hangt die uitgeteld in de taal. En onderreken neef, maar die is teruggegaan naar Wils, hè. Die was te slim voor de klink. Maar iedere week komt er nog wel eens biljaar opnieuw. Hè. Zeg maar, hoe zijn die zwarte zwanen nou eigenlijk op de televisie gekomen? Wel, dat kwam zuur. Omroep Zeeland, die had die zwarte zwanen in de krantjes staan. En die bellen wordt nu om opnames te komen maken voor een tv-tje op. En dat klopt wat de kerk die wogen van Omroep Zeeland nog voorbij zien ja. Op de kerk, dat is mogelijk, ja. En toen hij ze op de nu om de 60 voet kwamen, zouden er wel 40 altschovers rond de zwarte zwan, niet rond Bobbieken, hè. En allemaal in een dikke vis in onder een burg zitten. Dat klopt. Er zaten er zelfs al mee op de, bovenop de zwarte zwan met een dikke vis in onder een bed. En in de verte ziet er nu de Omroep Zeeland komen. Weinig feitskoddes met kilo sluiter nog toe. En die aalscholvers was, joh, laat dat de dieren beschermen. Dat is al in het landelijk nieuws geweest. En toen Omroep Zeeland rond de rotte kwam, zaten de aalscholvers allemaal met een dikke vis in een bek. Ze is toch nog een schuine reportage gewend. Zelfs in de Telegraaf stinkt dat op de kling een goed succes geweest was. Hier voordeel he, hebben die plastieke diersten eigenlijk wel. He. Ze zijn immuun voor de vogelgriep. Maar loop ons nou maar eens op aan. He. Over die zwarte zwaan. Van over het brood van de muur over mij. Hier schiet er toch ook geen halsgolvers niet meer zitten. Loop ons nou maar eens beginnen met de zesde klinkse bonk over.